Hey, welkom allemaal in dit webinar over gezond en gelukkig honderd worden. Nou, die honderd, is, is een aardige leeftijd. Ik moet zeggen, in de maatschappij is het niet normaal om honderd te worden. We merken wel dat de leeftijd steeds verder omhoog gaat. Maar de meeste mensen die worden wel steeds ouder. Dat zie je gewoon. Dat komt ook doordat de, de medicijnen en de, de medische wereld zich steeds verder ontwikkelt. Dus mensen krijgen steeds meer mogelijkheden om ouder te worden. In mijn, in mijn familie zijn we gezegend met... Sterke mensen, zowel aan de kant van mijn moeder als aan de kant van mijn vader. Daar worden de mensen gemiddeld boven de 85-90 jaar en sommige mensen richting de 100 zelfs. Dus wij zijn van een heel sterk geslacht. Uh, dit webinar is een leuk webinar. Waarom? Ik ben de ontwerper van de training Slim. En de slim training die draait om te zorgen dat mensen vitaal geïnspireerd en bezield op hun werk kunnen werken. En uh, daar het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat kan niet als je niet vitaal bent. En vitaliteit is iets anders dan gezond. Hè? Want gezond wil zeggen dat je niet ziek bent volgens de maatschappij. Maar uh, vitaal wil zeggen dat je 100% bruist van de energie. Dat je stel daarin 100% meewerkt. En dat je eigenlijk alles kan doen wat je wil doen, dat je lichaam meewerkt, je mentaliteit meewerkt en ook uh, je mindset het goede uh, doet om de juiste beslissingen te nemen. Nou, we gaan in dit webinar gaan we kijken hoe we jou uh, een stukje vitaliteit kunnen bijbrengen, met name de mentale en de fysieke uh, vitaliteit. Daar gaan we met name naar kijken. Als je aan het werk bent, spelen overigens de werkgezondheid die speelt ook een rol mee. Hè. Zit je in een gezonde werkomgeving, dat heeft ook een belangrijke. En ook uh, doe je voldoende aan uh, ontwikkeling van van jezelf. De spirituele gezondheid is ook belangrijk. Maar ik neem daar wel stukjes van mee zodat je daar ook een stukje uit meekrijgt. In ieder geval, wat gaan we doen? We gaan eerst kijken wat maakt nou een mens super vitaal? Uh, tweede waar we naar gaan kijken is wanneer eet je precies gezond en uh, wat zijn de goede hoeveelheden en welke combinaties kun je dan nemen? En hoe kun je nou zorgen voor de juiste mindset en de juiste routine? En dat laatste dat vinden mensen heel moeilijk. Er is namelijk onderzocht dat maar 11% van de mensen echt een discipline heeft. Om gewoon op wilskracht iets te bereiken. En de anderen, ja, die worden overgelaten aan de wetten van hun brein. En daar zal ik wat meer over vertellen. Nou, aan het einde geven we even een korte conclusie. En uh, je krijgt de kans om wat vragen te stellen. We hebben aan het begin en aan het einde ook nog wat uh, mogelijkheden voor vragen en een polletje waar je aan deel kan nemen. En aan het einde evalueren we dan met z'n allen het mooie resultaat. Oké. Okay. We gaan gelijk naar de eerste poll. In welke mate vind jij nou dat jij de juiste mindset en routine hebt om vitaal te leven en werken? Dus in welke mate heb jij de juiste mindset om, en routine om vitaal te leven en werken? 100%, 80%, 60%, 40% of minder dan 20%. Mag je nu invullen? Dan krijg je 20 seconden de tijd voor. Oké, okay. eens dus even kijken, wat, wat komt eruit? Ja, de meeste mensen die scoren tussen de 40 en de 60 procent op vitaliteit. Nou, dan gaan, we gaan eens dus even onderzoeken waar zit dat precies in. Want er zijn een aantal factoren die daarin... Uh, mee kunnen werken. Je ziet hier een model uit de slim training, eh, we noemen dat de geluksboom, ook wel de vitaliteitsboom genoemd. En wij hebben een aantal onderzoeken gedaan, het eerste onderzoek was op hoe leert een mens het allersnelst nieuw gedrag aan, omdat we erachter kwamen dat heel veel mensen moeite hebben om gedrag te veranderen. Eh, dus ze vinden het heel moeilijk om bijvoorbeeld de duimen naar voren te steken en dan de pinken uit en dan bijvoorbeeld de duim terug en dan die switch te maken. En als je dat probeert, dan zul je merken dat het best wel moeilijk is. Want dit kennen we wel. Dit kunnen we ook wel. Maar hey, dit wordt al een stukje moeilijker. En eh, dat gedrag veranderen, dat heeft een bepaalde routine. En daarom hadden we een onderzoek en onderzocht hoe leren mensen nou op de allersnelste manier nieuw gedrag aan. Het tweede onderzoek wat we hadden, dat was in een bejaardenhuis. En daar hadden we onderzocht op een groep van rond de 150 mensen. Wie waren er nou vitaal in dat uh, bejaardhuis en wie zijn nou minder vitaal? En waar komt dat nou precies door? Nou, en daar kwamen een aantal factoren uit, uh, die we ook weer meenamen. En dan hadden we nog een derde, we hadden open interviews gehouden met allemaal succesvolle mensen. En daar was eigenlijk de vraag: wat is eigenlijk hun routine voor succes? En daar zaten sporters bij, en acteurs en zangers en succesvolle zakenmensen. Nou, en daar kwam een. Uh, globale conclusie uit en die hebben we verwerkt in deze model de vitaliteitsboom. En dan zie je dat wat belangrijk is om supervitaal te worden, is dat je weet waar je op koers. Je moet weten wat je levensdoel is en wat jouw drijfveren zijn om ergens voor te gaan. Uh, als je dat namelijk niet hebt, dan is de kans dat je beïnvloed wordt door de omgeving en dat de omgeving gaat bepalen waar je op terechtkomt, wordt steeds groter. En dat is eigenlijk, wat we dan merken, is dat mensen vaak op de verkeerde plek uh, terechtkomen. En als je op de verkeerde plek terecht Komt, krijg je stress, en als je stress krijgt, dan gaat je vitaliteit naar beneden. Dus, eerst is het levensdoel: wat is je levensdoel? Het tweede waar we achter kwamen is: van hey de je moet er ook zoveel mogelijk van die passie- en bezielingsmomenten in je dag hebben. Want als je bezielingsmomenten hebt, dan krijg je joy. Dan maakt je lichaam allemaal goede hormonen die je blij en gelukkig maken, zoals serotonine, oxytoxine, dopamine, de zogenaamde gelukshormoontjes, en die zorgen ervoor dat je gemotiveerd en gelukkig door het leven kan stappen. Um, dan gaan we naar talent. Als je op je nummer 1 talent werkt. En je weet wat je talent is. En je weet waar je voor gaat en staat. En je, zit, je voert dat ook elke dag in optimaal vormen uit. Ja, dan krijg je minder stress. Want je kan namelijk uh, ja, moeiteloos door het leven gaan. En met name die combinatie van talent maal bezieling. Maal je levensdoel. Dat is een super goede combinatie. Nou, en... Waar we vervolgens uitkwamen, de mensen die heel goede vitaliteit hadden, die hadden daar de juiste discipline of routine voor gevonden. Die hadden precies het juiste dagritme van hoe ze opstonden, hoe ze uh, ontbeten, hoe ze douchten, hoe ze naar werk gingen, hoe ze vervolgens lunchten, hoe ze uh, interactie hadden met hun omgeving. Ze hadden precies de goede combinatie uh, van de juiste elementen erin zitten. Hoe ze s avonds aten, hoe ze sporten, hoe ze sliepen, etc. En die combinatie was helemaal goed. En elke mens heeft een een bepaalde levensfase en het kan zijn dat je bij tijd en of je, je levensroutine moet herzien. Maar denk er eens over na, wat is die discipline en wat zou dat voor mij dan kunnen zijn? Dus discipline was ook een belangrijke eh, om succesvol te zijn in vitaliteit. Nou, en dan kwamen we in de midden uit, want dan kwamen we bij live fit uit, Er waren alle dingen, en met name bij het bejaardenhuis kwamen we achter dat daar een routine of een volgorde in zat. En het eerste wat je nodig had om fit te zijn in vitaliteit was levensenergie, dan kwamen er de bezielingsmomenten, dan was het Positieve sociale relaties om je heen. Dan vervolgens positief uh, denken en handelen. Uh, en dat is nog wel een dingetje, want in Nederland is standaard 51% is negatief in zijn uh, manier van praten en zijn. Vervolgens voldoende rust, herstel. En dan kwam beweging ademhaling voeding. En dat is eigenlijk een mooie mix. En uh, ja, eigenlijk de volgorde maakt niet zoveel uit. Maar waar we achter kwamen in bejaardenhuizen, wij dachten eerst dat beweging ademhaling voeding. Het meest belangrijk was, maar we kwamen erachter dat uiteindelijk levensenergie was nummer één, dan bezieling, dan positieve sociale relaties en dan de andere dingetjes. En dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt om super vitaal te kunnen leven. Maar ja, dat is nog wel een dingetje. Want daar komen allemaal um, ja, dingen bij kijken: van hoe ga je dan je dag indelen? Um, hoe, wat ga je dan inkopen? Hoe ga je dan koken? Wat eet je dan? Uh, hoe ga je dan sporten? Uh, hoe vind je dan de balans tussen privé en werk? Um, nou, nog afgezien van, zit je wel op de goede werkplek in de juiste omgeving? Moet, moet daar iets in veranderen? En eigenlijk is het creden van de vitaliteitsboom: is als je dit rustig naloopt voor jezelf, wat kun je dan meer. Minder, niet meer doen, of wat zou je dan moeten veranderen om te zorgen dat je vitaliteit omhoog gaat? Zo simpel is de vraag. Kijk, de uitvoering, dat is een heel ander dingetje, maar daar komen we aan het eind van de webinar nog eventjes op terug. Oké, okay, laten we dan eens even kijken naar puur het uh, gewicht en de vitaliteit van het fysieke gedeelte, namelijk de voeding en het drinken. Wat kun je nou naar binnen halen om te zorgen dat je vitaliteit omhoog gaat? Nou, het eerste wat we moeten weten is dat als je kijkt naar puur gewicht, dan kunnen we zeggen dat algemeen in Nederland de, het gewicht gewoon omhoog aan het gaan is. Dus het aantal obesitasgevallen in Nederland is alleen maar aan het stijgen. Evenals het aantal gestresste mensen. We hebben 3,3 miljoen mensen. Er zit ook een correlatie daartussen. Want als je stress aanmaakt, dan maak je cortisol aan. En cortisol zorgt ervoor juist dat je vet aanmaakt. Vasthoudt en juist dikker wordt. Dus eigenlijk is het credo van je moet zo ontspannen mogelijk werken. En dan kun je gaan kijken hoe kan ik dan voeding, beweging, ademhaling inzetten om gewicht uh, naar betere zones te brengen. Nou, en gewicht wordt bepaald door vetmassa, spiermassa en vochtmassa. En die vetmassa die ligt ergens tussen de 10 en de 15 procent. Spiermassa als het goed is tussen de 35 en 40 procent. En de vochtmassa zo rond de 50 procent. Nou, en de, de ideale waarden daarvan die variëren persoon. Um, waarom? Omdat als jij heel veel sport, dan, dan heeft dat uiteraard een invloed op die drie uh, waarden. Als je heel weinig sport, dan heeft dat uiteraard ook een invloed op die drie waarden. Dus eigenlijk zou je per persoon moeten nameten van nou, wat is nou je beginpunt? Hoeveel sport je? Hoeveel verbruik je? Hoeveel neem je in? En uh, wat is dan voor jou het, uh, de gezonde manier van samenstelling qua voeding, ademhaling, beweging in, in je dag? Nou, die uh, spier, vet en vochtmassa die wordt namelijk bepaald door enerzijds je genetische aanleg, de anderzijds ook de effecten van training en uh, door voeding, die drie dingen. En uh, ja, genetisch is wel, wel mooi te zien dat in mijn familie, uh, we zijn met vier kinderen daar. En uh, mijn broer en mijn jongste zus die hebben iets meer aanleg voor dikker worden dan mijn oudste zus en ik. Uh, wij hebben meer de bouw van mijn vader, en uh, mijn broer, jongste broer en mijn jongste zus hebben meer de, de bouw van mijn moeder. Nou, daar kun je niet zoveel invloed op uitoefenen. Maar je kan wel daarvan uh, uh, veel doen uh, door de effecten van training en door ook uh, voeding aan te passen. Want namelijk, als je gezond. Gaat leven, dan zijn er eigenlijk maar twee dingen waar je op hoeft te leggen. Nou, ik zei al: de mentale gedeelte, de stress, moet je sowieso in de gaten houden. Dus zorg ervoor dat je stress naar beneden gaat, want dan in ieder geval maak je, maak je dan geen cortisol aan, waardoor je vet vasthoudt. Maar kijk je puur naar voeding en beweging, dan is het eigenlijk dat: het is gezonde voeding en uh, voldoende beweging, dat zorgt uiteindelijk voor een gezond gewicht. Want namelijk, alles draait om energie en balans. En. Uh, het draait dus om die twee waarden. Alles wat je qua energieinname naar binnen neemt, qua eten en drinken. Ze zeggen wel eens: elk pondje gaat door het mondje. En dat klopt ook echt. Eh, energie komt naar binnen door datgene wat je naar binnen haalt qua eten en drinken. Haal je overigens slechte eten, drinken naar binnen, dan heeft dat een invloed op enorm veel processen. Het heeft niet alleen invloed op je gewicht, het heeft ook invloed op de neurotransmitters in je brein. En neurotransmitters bepalen voor 85% de hormonen die je aanmaakt. En die hormonen zijn weer bepalend voor hoe jouw gestel opereert en hoe jij je voelt. En, eh, nou, en of je je lekker in je veld voelt. Nou, en daarnaast heb je het bewegen. En het bewegen is namelijk verantwoordelijk voor je energieverbruik. Nou, en wij zoeken daar een balans in. Dus eigenlijk moet het zo zijn dat datgene wat je naar binnen haalt... dat het gelijk is aan datgene wat je verbruikt. Want dan blijf je mooi op gewicht. Als het aan de ene of andere kant doorslaat... dan kan het zijn dat je of aankomt of juist uh, uh, energie gaat verliezen. Nou, even om een voorbeeld te geven van die uh, waarden. Ze hebben wel eens uh, onderzocht dat een gemiddelde uh, vrouw, die moet zo ergens rond de 2000 calorieën naar binnen krijgen qua energieinname. Een man zit ergens rond de 2500 kilocalorieën. En. Um, de, uh, als je nou meer sport, dan kan het zijn dat die waarden omhoog gaan. Dan kan het zijn dat je rond de 3000 als man zit en bijvoorbeeld 2500 als vrouw. Maar hey, laten we even een vrouw van 30 jaar nemen. Die heeft 2000 calorieën wat ze zou moeten innemen. Maar, maar uh, uh, dat heeft haar lichaam nodig. Maar wat ze naar binnen inhaalt, qua energieinname, is 2500 kilocalorieën. En dus ze heeft elke keer, elke week, heeft ze 500 kilocalorieën. Per dag heeft ze meer. En, en dat wordt, uiteindelijk wordt dat opgeslagen in vet. En om even een, een globale inschatting te geven, stel nou voor dat je elke dag 500 kilocalorieën naar binnen uh, uh, meer opneemt dan je, dan je verbruikt. Dan wil dat zeggen dat dat 1 kilo is wat je meer naar binnen haalt. Uh, na 14 dagen. Uh, dat zijn 7000 kilocalorieën, en hoe komen we eraan? 14? Die 500 kilocalorieën, geeft 7000 kilocalorieën, en dat is 1 kilo vetmassa. Dus, dus dan zul je denken van verdorie, dat, dat kan dus heel snel gaan en dat klopt dus. Wij wij kunnen systemen wij hebben zonder dat we door want je ziet het ook niet gelijk. Het gaat er heel langzaam, geleidelijk komt het erbij. En voordat je er erg in hebt, zit het eraan. Nou en eraan. Het eraan eten, dat kost minder moeite, zei mijn assistent net, dan het eraf krijgen. En dat klopt ook echt. Het, uh, je moet er zo verschrikkelijk veel doen om het eraf te krijgen dat het belangrijk is om dat in de gaten te houden. Oké, okay, laten we eens kijken naar hoe kunnen we dat dan gezond maken. Eigenlijk ben ik als euh, sportman en als trainer, ik ben tegen diëten. Dus ik zeg altijd van, nou luister, als je gewoon de schijf van vijf goed in de gaten houdt... en je zorgt ervoor dat je inname en je verbruik, dat dat consistent in verhouding met elkaar is... en je zorgt ervoor dat je je tussendoortjes die je gebruikt, dat je die niet te veel over de schijf trekt... nou, dan kom je echt aan een heel aardig goed deel uit. En die schijf van vijf is eigenlijk heel simpel. Ze hebben ooit hebben ze vanuit de Nederlandse norm gezond bewegen, hebben ze, uh, hebben ze een bepaalde norm voor bewegen opgesteld. En vanuit de Nederlandse voedings... Uh, uh, Industrie hebben ze gezegd van nou we hebben een schijf van vijf die heel gezond is voor iedere mens. Het wil eigenlijk zeggen dat als je gaat kijken puur naar uh, de vijf gebieden dan wil dat zeggen dat je voldoende groente en fruit moet uh, hebben en daar zie je al een beetje de verdeling in. Je ziet dat je uh, 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 ook bereidingsvet moet hebben en uh, uh, vervolgens heb je ook uh, zuivel en noten en vis en pulvruchtenvlees. En ei nodig in bepaalde verhouding. Je hebt brood- en graanproducten nodig, en aardappelen. En je hebt drank nodig. Nou, en die, die verhoudingen die zijn een beetje zoals volgt: dat als je per dag rond de 250 gram groente en fruit zou eten, dus twee, twee keer bijvoorbeeld een appeltje of een sinaasappeltje, iets in die trant, en drie handjes groente bij elk eten, en een handje vlees of vis of vegetarisch, dan, dan kom je al aardig goed uit. Uh, je hebt natuurlijk ook een beetje halverine en olie nodig, en met name de, bijvoorbeeld de olijfolie. Is heel goed. Daarnaast heb je uh, zuivel nodig, maar wel in beperkte mate. Uh, daar is een reden voor, omdat uh, zuivel. Uh, er zitten goede stoffen in, zoals uh, stoffen die ook je botten sterk maken en vitamine D. Dus daar heb je absoluut nodig, maar ook weer niet te veel. Uh, nootjes uh, zijn goed, je hebt vis nodig, uh, er zitten veel ongezadigde vetzuren in. Uh, Pulvrucht is natuurlijk heel goed, uh, vlees in beperkte mate. Ik zeg altijd van nou, als, uh, je kan natuurlijk helemaal vegetarisch gaan, er zijn mensen die dat veel doen, maar je kan ook zeggen we variëren een beetje tussen twee dagen vlees en de rest variëren we met uh, vegetarisch en vis en dan kom je echt wel een heel gedeelte goed uit. Over ei zijn ze het nog niet helemaal eens en dan is het weer, je mag zoveel eten als je wil en dan zeggen ze weer nee, er zit cholesterolverhogende verhogen. In, dus mag we niet. Daar ben ik het zelf nog niet helemaal over uit wat uh, het goede vorm is, maar ik denk maar zo: doe het met mate, dan kom je altijd goed uit. Dus twee, drie eitjes per week kan bijvoorbeeld geen kwaad. Nou, dan heb je nog de brood- en graanproducten en de aardappelen, en daar is eigenlijk het credo: pak zoveel mogelijk volkoren producten en pak zoveel mogelijk uh, zilvervliesrijst in plaats van de witte varianten daarvan. Uh, nou, en dan heb je nog dranken. Eigenlijk alles waar geen suiker in zit is goed, uh, en alles wat niet kunstmatig gemaakt is, daar geloof ik ook in. Daar ook goed, want wij nemen enorm veel van die nepsuikers in en daar trainen we ons lichaam ook in om van zoet te gaan houden. Dus het credo bij Volgens de schijf van vijf is: uh, neem voldoende drank in anderhalf tot twee liter water per dag in uh, verschillende vormen. Je kan thee, water en koffie. En koffie moet je weer een beetje beperken, omdat uh, na twee kopjes koffie dan uh, gaat je vitaliteit naar beneden. Dus uh, nou, dat is een beetje het credo van wat je zou kunnen doen, uh, volgens de schijf van vijf. Nou, en die schijf die zegt dan: je mag natuurlijk best wel een beetje genieten. Want als je alleen maar gezonde dingen moet eten, dan houden we als mens zijn we vaak niet vol. Dus zeggen ze: uh, zorg ervoor dat je buiten de schijf van vijf niet vaker dan drie tot vijf keer per dag iets kleins erbij doet. Bijvoorbeeld een beetje ketchup bij de tosti. Of vruchtenhagen op je brood. Of een klein koekje bij de koffie. Drie tot vijf keer per dag kan je genoeg niet zoveel kwaad. Kan ook zijn een lepeltje honing bijvoorbeeld in de yoghurt of de thee, een eh, boterhammetje met jam, zoiets dergelijks, of een dropje tussendoor, dus Dat het kan geen kwaad, want je moet toch genieten. Als het maar niet daarboven gaat, en wat de meeste mensen doen, eh, zoals mijn broer, die houdt enorm veel van drop, en die koopt een zak drop, en als de rits eraf gaat, dan is die drop ook binnen een dag is die weg. En dat is natuurlijk niet goed. Dus, eh, nou, daarnaast heb je niet vaker drie keer per week iets groots erbij, dus bijvoorbeeld je kan best wel eens een keer witte pasta eten, eh, maar niet te vaak, dus niet meer dan Drie keer per week. En dat kan bijvoorbeeld zijn een stroopwafel op een vrijdagmiddag of een zakje chips op zaterdagavond. Of bijvoorbeeld een kroketje bij de lunch. Dat kan best wel eens een keer. Alleen niet eh, meer dan drie keer per week. Oké, okay, dit is een beetje de gulden regel voor iedereen. En dan zeg ik er wel gelijk bij: het is afhankelijk van hoeveel je sport. Nou, hier hebben we een voorbeeld van een vrouw van 50 jaar. En dit is een beetje wat zij in een dag inneemt: zij heeft 250 gram groente, twee porties fruit, vier tot vijf sneetjes uh, volkoren brood. Ze, uh, ze schept uh, vier, vijf lepeltjes uh, volkoren pastop, rijst. Uh, 2 tot 250 gram aardappelen, een beetje die combinatie. 1 portie vlees uh, of vis of pulvrucht, een beetje 100 tot 125 gram, zo rond die koers. Uh, dan kan ze tussendoor nog een handje nootjes nemen, zoals uh, ongezouten uh, pekanootjes of ongezouten, uh, hoe heet die ook weer, die, die bruine nootjes. die zijn ook heel erg amandelen bijvoorbeeld, dat is heel erg gezond. nou en dan zou ze bijvoorbeeld um, twee tot drie porties zuivel kunnen nemen, dus 150 milliliter zuivel per dag, 440 gram kaas uh, en en dan anderhalf tot twee liter vocht. en dit is een beetje wat een vrouw van 50 jaar zo in een dag kan eten, wat volgens de schaal van vijf Hele gezond is. Nou, en dat, uh, dat is een beetje een gulden middenruimte. Om je een beetje inspiratie te geven van um, uh, wat er mogelijk is. Als je nou interessant vindt om, uh, om echt uh, leuke minuutjes te vinden daarover, die heel gaaf zijn, dan raad ik je aan om even naar uh, de site van Food and Wellness te gaan. Dat is van mijn zus. En zij is sportdietist en ook diëtist van een aantal bekende Nederlanders. En zij heeft hele gave receptjes op de site staan die heel gezond zijn. Ladingen, dus daar kun je inspiratie aan. Oké, okay, hoe krijg je nou een ideale lichaamstelling? En we zitten nu natuurlijk op een soort nulpunt. Nou, dan kun je even kijken. Je kunt het beste je vetverbranding op uh, gang brengen door eerst eens kijken of je je energieinname kan, kan verlagen door gezonde basisvoeding op te starten. En wat wij meestal doen is adviseren: nou, berekenen eerst eens dus wat, wat is nou precies jou, jouw energieverbruik per dag. Nou, dat kun je bijvoorbeeld door een, een sportdietist te laten doen of door een uh, specialist in voeding. Het tweede is. Wat je kan doen is je kan uh, een uh, anamnese laten uitvoeren dat je laat berekenen wat is uh, mijn huidige voeding die ik naar binnen haal. En dan heb je al twee dingen. Je weet uh, wat je qua energie verbruikt, inclusief de inspanningsmomenten. Je weet wat je uh, qua voeding naar binnen haalt. En dan kun je op basis daarvan kun je een advies uh, opstellen. Waarbij, als je wil afvallen, het, eigenlijk het advies is dat je 500 kilocalorieën per dag uh, minder verbruikt. En uh, dan verlies je dus uh, telkens een halve kilo uh, vetmassa per week. En dat is best wel veel, dan gaat het er ook best wel snel af. En er zijn allerlei manieren voor om dat te doen. Nou, en dan is het volgende tip is dat je het energieverbruik verhoogt. En dat kun je doen door je spiermassa te trainen. En uh, dan ga je eigenlijk de vier belangrijkste spiergroepen trainen: de buik, de borst, de benen en de rug. En de spieren de trainen, wat je wil, dat is een beetje afhankelijk van uh, ja, wat je wil gaan doen. Je hebt twee manieren van trainen globaal gezien. Je zou kunnen zeggen: je hebt aeroop trainen en je hebt anaerobe trainen. En anaerobe trainen, dat wil zeggen dat je uh, geen zuurstof gebruikt. Dus dan ga je met name crossfitten. En kickboksen, eigenlijk alles wat hoog intensief is. Wat je niet zo heel lang kan volhouden, maar waar je wel een enorme boost van, op, van je conditie uh, mee krijgt. Nou, en aan de andere kant kun je natuurlijk ook kiezen voor aeroptrening. Dus, uh, dan ga je meer zuurstof verbranden. En dan ga je de langdurige, minder intensieve training doen. Zoals uh, uh, lopen, uh, tennissen, uh, uh, fietsen, dat soort zaken. En dan niet. Uh, Mountainbiken en hard uh, wielrenfietsen, maar gewoon rustig fietsen. En uh, nou, de beweegnorm voor elke mens is eigenlijk uh, zes keer per week tussen 18 en 55 jaar, als dat je leeftijd is, dan is het goed om zes, zes keer per week matig intensief te trainen, 30 minuten per dag. Wat wil zeggen dat je gaat lopen, rustig gaat fietsen, uh, misschien gaat golven, iets in die trant en uh, dat je dat 30 minuten per dag doet. Dat is het basis niveau. Zou je het Iets beter willen doen, dan kun je nog zeggen: Nou, we gaan uh, twee keer per week gaan we ook intensief een in sport doen, zoals tennissen, of uh, uh, krachttraining, of kickboksen, of uh, boksen, of misschien wel trappen lopen een paar keer per dag als je in een flat zit, want daar verbrand je heel veel uh, energie mee. En het is een beetje afhankelijk van wat je wil. Dus sommige mensen gaan voor de conditie, sommige mensen gaan voor een combinatie van conditie versus uh, uh, kracht, en sommige mensen doen alleen maar pomp op kracht. En eerlijk gezegd, geloof ik daar niet zo in. Oké. Okay. Het uh, is een beetje de feiten. Als je vet wil verbranden, dan wil zeggen dat je langdurige inspanning met constante, in ten, constante intensiteit dat dat goed is. En dan gebruik je met name dus je aerobe metabolisme, je zuurstofverbruik. En dat zit hem dus in de beweging door middel van hardlopen fietsen, iets in die trant. Uh, om 1 kilo vetmassa te verbranden, moet je energie na inname moet verminderen. En dat zou uh, 7000 kilocalorieën minder moeten bedragen dan het energieverbruik. En uh, dat houdt dus in dat je elke dag uh, een stukje erop let. Bij laag intensieve inspanning uh, is vet de belangrijkste brandstof. Dus als je rustig loopt, dan is je vetverbranding is juist heel erg goed. Het is ook heel erg leuk te zien dat calorieënverbruik misschien wel een beetje gelijk is. Maar de intensiteit qua vetverbranding die is bij laag... Tempo beter dan bij heel intensief hoog tempo. Uh, overigens, als je uh, krachttraining gaat doen, je gaat je benen en je lange rugtraining. Je doet echt krachttraining. Je doet een mooie combinatie van aerobe-anerobe, bijvoorbeeld met kettenbad-training. Dat zijn die ballen met die handvaten eraan. En dan maak je enorm gebruik van, enerzijds kracht, maar anderzijds ook conditie. Maar wat je dan hebt, is dat je vetverbranding 24 uur per dag doorgaat. Wat weer heel goed is voor je vetverbranding en daarmee je lichaamsniveau uh, qua gewicht. Oké, okay, en dan het laatste. Dus bij matige inspanning dan heb je twee tot vier uur uh, inspanning nodig. En dan is uh, spierglycoseen, dat is de brandstof voor je spieren, is de belangrijkste energiebron nodig. Uh, waar je dan uit put. Nou, en uh, beide... Ik, ik geloof heel erg in een mooie combinatie... maar het is ook een beetje afhankelijk van wat je wil. Hè. Wil je breed worden, krachtig worden... of wil je een combinatie hebben... of wil je juist hele goede, langdurige conditie krijgen. En dat is een beetje afhankelijk. Ik, ik raad ook altijd aan... laat je informeren door een uh, goede sportcoach... en die kan je dat goed vertellen. Oké, okay, komen we even terug bij de boom. En dat is... Uh, ik krijg nog even een vraag tussendoor. Hoe kom je erachter wat je ideale uh, voedingspatroon moet zijn? Ja, je ideale voedingspatroon, daar kom je erachter. Zoals ik al zei, als we even terug gaan naar deze slide. Dan is het eigenlijk heel simpel. Uh, uh, laat eerst gewoon eens berekenen wat is jouw energieverbruik. Inclusief de inspanningsmomenten. Bereken vervolgens wat is uh, je huidige voedingspatroon. En ga dan 500 kilocalorieën daaronder zitten. Waardoor je ja, uh, uh, minder naar binnen gaat gaat uh, krijgen en juist meer gaat verbranden en dan gaat automatisch gaat uh, je vetverbranding gaat uh, in werking en ga je gewicht verliezen. Ik krijg nog een vraag binnen, even kijken. Even kijken, hoe houd je zo'n gezonde levensstijl? Dat is mooi. Ik krijg je een vraag binnen, hoe krijg je zo'n gezonde levensstijl? En hoe houd je dat vol? Nou, dan kom je een beetje bij mindset. Kom je eigenlijk een beetje hierbij uit. We hadden dus deze boom. Die zegt dus eigenlijk van, als je weet wat je levensdoel is... en je weet waarvoor je het doet... en je hebt voldoende passie, bij wat je aan het doen bent... en je zet je talent er goed bij in en je vindt de juiste routine. En je zorgt ervoor dat aan de binnenkant dat je voldoende bezielingsmomenten hebt, een goede positieve instelling, voldoende rust en herstel, eh, je slaapt op tijd en eh, je omringt je met mensen die jou aanmoedigen, dat geeft een goed basisniveau om vitaal te worden. Nou, en er zijn eigenlijk vanuit focus zijn er eigenlijk een aantal dingen die je moet weten. Binnen het brein, als je het zou opdelen, dan heeft het brein drie gebieden waar, de, waar die op functioneert. Hij heeft een gedeelte, dat is meer het voorgedeelte van je brein en daar zitten de rationele beslissingen. En dan heb je een tweede deel, dat is je, je zoodierenbrein, die zorgt er eigenlijk voor dat alles uh, qua routine uh, op, uh, ja, op niveau wordt gehouden. En dan heb je het reptielenbrein, daar zit je fight-flight-respons in en wat andere dingen die zorgen dat je um, ja, in gang gaat om uh, uh, dingen vol te houden. En die drie breinen die werken met elkaar. Bij het brein werkt waar je op focus wordt waar. En uh, als jij gaat sporten en je hebt de focus, je hebt een heel duidelijk doel voor jezelf omlijnd. en je weet precies waarom je het doet, en die twee zijn heel erg belangrijk. dan uh, gaat de kans ontstaan dat je het gaat volhouden. De meeste mensen proberen op wilskracht proberen ze een beslissing in te zetten en vol te houden. En dat zie je met name aan het begin van het jaar, als de sportscholen vol lopen. dan zie je aan het begin van het jaar een grote spurt omhoog gaan van allemaal mensen die zich inschrijven met hun goede voornemens. Maar wat ze wel hebben is, nou, ze hebben ooit voor de spiegel gestaan van ik vind mezelf te dik of ik heb geen goede conditie. Dus dat zetten hun aan om het goede voornemen in werking te zetten. Maar wat je ziet is dat ze eigenlijk veel te weinig redenen hebben die hen empoweren om door te gaan. Dus als jij enerzijds niet weet waarvoor je het doet in positieve zin... en je hebt er ook geen lol aan om het te doen... dan wordt de kans heel klein dat je het gaat volhouden. Maar ook als je de pijnpunten waarom je het zou moeten doen niet in oogschouw hebt... en je gaat sporten, nou, dan kunnen er twee dingen ontstaan. Je ziet mensen binnenkomen, fanatiek beginnen. En dan dat gaat het even goed. En dan bereiken ze op een gegeven moment een bepaalde mate van tevredenheid. En dan zakt de frequentie van, de, van naar de sportschool gaan. Die zakt. En op een gegeven moment wordt die nog minder en nog minder. En dan gaat het weg. En dat noemen ze wel de hoge drukketen. Eerst gaat er heel veel druk op, en dan wordt er een bepaald tevredenheidsniveau bereikt. En dan gaat uh, langzaam maar zeker de discipline weg. Je hebt ook mensen die hebben het anders hebben. Uh, die gaan sporten, maar die hebben niet voldoende redenen eronder hangen. Uh, de redenen waarom ze het moeten doen om plezier te krijgen, maar anderzijds ook de redenen waarom ze het doen om de pijn te voorkomen. Nou, en als je die redenen niet. Pontificaal in beeld brengt, dan wordt gewoon je focus wordt slechter en dan ga je gewoon opgeven. Dus je hebt gewoon eigenlijk drie dingen nodig. Je moet weten precies wat je gaat doen en wat je wil bereiken als eindniveau. Dus bijvoorbeeld ik wil uh, zes kilo afvallen of ik wil uh, drie keer de trap op kunnen uh, uh, rennen met mijn kind zonder dat ik uitgeput raak qua adem. Iets in die trant. Dus je moet precies weten waartoe ga ik het doen. En uh, dat moet je... In beeld zetten. En dan heb je twee, heb je die reden nodig: een lange lijst met redenen waarom dat belangrijk voor je is, omdat je dan zelfvertrouwen krijgt en omdat je dan jezelf goed voelt en omdat je dan fit bent en omdat je dan meer problemen aan kan, Etcetera. etc. Dus hoe meer redenen dat ondersteunen, des te groter de kans dat je het gaat volhouden. En dan heb je nog maar één ding nodig: dat is een massief actieplan in de vorm van de juiste routine. Dus ik zeg altijd: zorg ervoor dat je iets gaat doen wat je heel leuk vindt om te doen. Tennis, fitness, kickboksen, hardlopen. Pak iets wat jij leuk vindt. Nou, zorg ervoor dat je een omgeving schept waarin je mensen krijgt die je of gaan aanmoedigen. Of een schop onder je hol geven als je het niet doet. Of met je mee gaan doen. En zorg ervoor dat het standaard wordt. Dat je er niet meer over hoeft na te denken. Bijvoorbeeld op dinsdag of donderdag. Of bijvoorbeeld op maandag, woensdag, vrijdag. Afhankelijk van wat jij prettig vindt. En zorg ervoor dat je het inzet. En dan is de kunst op het moment dat je thuis komt en je hebt het je voorgenomen, is just do it. Het is niet denken van ik zit hier nou veilig op de bank, het regent buiten, dus ik ga niet. Nee, nou, je hebt je voorgenomen om het te gaan doen en je gaat het ook doen. Dus dat wil zeggen, je focus moet liggen op je doel. Je moet weten waarom je het doet. Je moet precies weten hoe je daar kunt komen. Nou, en het tweede is, je moet voldoende brandstof hebben... He, en zin en motivatie doordat het leuk is om het te doen, omdat je een omgeving hebt die het met je samen wil doen. En je moet zorgen dat je op die manier tegen jezelf gaat praten. No bullshit, ik ga het gewoon doen. Je belt de mensen op waar, waarmee het gedoe we gaan start. Hebben zij andere redenen? Trek ze aan boord en uh, zet ze aan bewegen. Want je hebt namelijk een doel dat is super vitaal worden. All right, dat is een mindset gedeelte. En uh, nou, daar komen we een beetje, aan, kom een beetje aan het eind. Um, als, als je de, de vraag over is beantwoord, hoe houd je dus zo'n gezonde levensstijl vol? Nou, dat is heel simpel. Definieer een duidelijk doel. Zorg voldoende redenen waarom je het wil. Een goed massief actieplan en een supportive omgeving die je gaat helpen om het te bereiken. En voornamelijk, zorg ervoor dat je iets gaat doen waar je zoveel plezier van krijgt dat je het doet, dat je eigenlijk helemaal niet meer gaat nadenken. Het is een no-brainer om niet te gaan sporten. All right. Um, er is ten aanzien van de voeding ook nog wel wat te vertellen. Um, als je gezonder wil gaan leven, dan is het eigenlijk heel simpel. Dan moet je dus gezondere inkopen gaan doen. Je moet je een beetje gaan verdiepen in wat is gezond en wat is niet gezond. En stel nou voor dat jij s'avonds graag een zakje chips of een zak drop naar binnen werkt... dan zou je eens moeten nadenken, wat kan ik daarvoor in de plaats zetten... wat wel gezond is, maar niet schadelijk voor mijn vitaliteit. Nou, En daar zijn heel veel goede tips voor op te vinden op de site van Food and Wellness. Zou ik zeker even gaan kijken. Um, dus dat is mijn tip. Um, laatste pol. Als je weet dat dit er allemaal is. Wat jou wezenlijk vitaler kan maken. Um, wat zijn dan de dingen waar jij je meer mee bezig mag houden? Wat maakt jou wezenlijk vitaler? Is dat meer leven en werken op je levensdoel, je talent en je bezieling? Omdat je daardoor minder stress krijgt. Is het betere balans in je dag en een goed nachtritme vinden? Is het drie meer bewegen? Is het de juiste frequentie in de combinatie van voeding vinden? Of is het minder stressen en een positieve mindset ontwikkelen? En nou, kies er eentje uit. En uh, laat je comments hieronder achter. En uh, dan gaan we even kijken wat, uh, wat de groep zegt. Wat, wat ze meer willen gaan doen. Dus even kijken, en dan krijgen we binnen. Het meest gekozen is uh, meer bewegen. Uh, dat kan ook kloppen, want heel veel mensen die zitten te veel. Hè? En bij zitten verbruik je geen energie. Dus uh, ik ben eigenlijk voor staand werken. Dat dus, is uh, super gezond. Je blijft er en vitaler van, maar je verbruikt ook veel meer energie. Zorg ervoor dat je in de kleine. Routetjes, nooit de auto neem bijvoorbeeld, maar pak gewoon even de, de fiets of ga lopen. En in het gebouw gebruik niet meer lift, neem gewoon het trappenstelsel. Dan heb je automatisch de, de, de beweging er al in zitten. En dat trappenlopen is wel interessant, omdat dat van alle sporten, als je dat intensief zou doen, is dat de grootste kicker. Dat is, geeft een, uh, ik geloof een waarde van 15 MET, dat is dan de, de waarde die men aangeeft voor vetverbranding. Om even aan te geven, zit is 1, uh, game is 1,3. Uh, rustig wandelen is uh, tussen de 4 en 6, en uh, traplopen 15. Dus hey, neem meer de trap. Dat is <laughs> super goed om te doen. Dus meer bewegen en minder stress. Dat zijn de twee waarden waarvan de groep zegt dat maakt mij wezenlijk vitaler. Nou, uh, ik zou zeggen: ga ermee aan de slag. Ik, ik ga jullie ook uitdagen. Probeer eens uit dit webinar één ding te pakken waar wat je meer gaat doen. Of minder of niet meer gaan doen. Neem jezelf dat voor en ga het elke dag gedurende 10 dagen vol, uh, volhouden. En deel dan eens op deze website de. Successen met ons. En eventueel de vragen die je nog hebt over dit webinar. Als je meer informatie wil over uh, de slim training, want de slim training die ontwikkelt talent, maakt jou wezenlijk vitaal. Maar die zorgt er ook voor dat je uh, een bezielde, gelukkige medewerker wordt die gaat doen waar die, waar die eigenlijk het beste voor gemaakt is. En een van de onderdelen daarvan is gewoon vitaliteit. Dus dan raad ik jou. Uh, nou, uh, neem gewoon even informatie op. Kom anders even naar de site uh, van uh, Skillstown of van Interspective BV. Dat is WWW www.woutplevier.nl Dat is de website. En daar vind je alle informatie over uh, de slim training. Voor nu bedankt. En uh, tot snel. En wellicht in de toekomst. En leef vitaal. Werk met bezieling. En benut je één talent. Groetjes van Wout